Die nuus van die verkrachting van en die moord op een student aan de Universiteit van Kaapstad, Uyeneni Mgwetana, het die land geruk. Na besonderhede van haar groeimoord in een postkantoor aan die lig gekom het, is een petitie begin waarin mense aandring daarop dat diegene wat hulle skuldig maak aan misdade teen vrouwen die doodstraf opgelê word. Dit het op die oomblik bykans 500.000 handtekeninge. Ek en Inge gesels verder hieroor. Inge, daar is een groeiende gevoel van voedselvlak af, daar moet meer gedoen word. Wat nog moet gebeur voordat ons erken, dis een nationale krisis? Kijk, Betty, ek denk moord en misdaad is een nationale krisis. Je weet, daar is heeltemal, ek vind, dit is elke keer, dit is so skokkend, dit is so griesam om te sien hoe vrouwens vermoor word. Maar natuurlijk is daar ook verskriklik baie mans wat vermoor word. Je weet, daar is meer mans as vrouwens, daar is meer sienkies as dochterkies wat vermoor word. En ek denk daar is een goeie besef dat misdaad is een massieve krisis. Ek denk hoe ons dit aanpak, is nie noodwendig altijd recht nie. Je weet, en ek denk, wanneer ons na misdaad kyk, moet die mens differentieer. Ek denk nogal hierdie kombers manier van, je weet, misdaad teen vrouwens. Ons moet teiken waar die misdaad gebeur, die type misdaad wat gebeur. Is dit bende misdaad? Is dit interpersoonlik? Is dit een man wat sy vrou aanrand? Of een kerel? Of een seun wat sy ma aanrand? En je weet, as jy nou al hierdie moorde wat die laatste tyd op so baie aandag gekry het, is dit motorkaping. Je weet, gaan het oor iemand wat net eenvoudig geld wil hê. En ek denk ons moet naar daai goed kyk en op een slim manier moet ons dit een vir een aanspreek. Daarvoor natuurlijk het ons hulpbronne nodig. Ons het nodig om misdadigers in hulle vormingsjare al te identificeer en te ondersteun. Je weet, ons het nodig om gemeenskappe te versterk. Wat ek denk wat nie werk nie, is wat ek weer die laaste week gesien het op sosiale media. Hashtag men are trash. Ja. Ek het nog nooit gehoor van een veldtog om te sê, alle mans is gemors en toeskielik is daar geen misdaad verder nie. Want ek denk, ons moet allemaal saamstaan. Elke goeie man en elke goeie vrou in hierdie land. Denk jy, daar moet nie specifiek aandag gegee word of gefokus word op misdaad teenoor vroue nie? Nee, ek denk, daar moet gefokus word op misdaad teenoor vroue, daar moet gefokus word op misdaad teenoor kinders, daar moet gefokus word op xenofobie en openbare misdaad. Jy weet, ek denk juist, ons moet specialiseer in hoe ons elke misdaad aanpak. En ons moet kyk na domestic violence, jy weet, misdaad in die huis, jy weet, teen vrouwens. Ons moet kyk na eiendomsmisdaad, jy weet, waar vrouwens wat een motor wat gekaap word of om jou bankkaart te steel. Ons moet specifiek met een goeie intelligentie werk en met goeie speerwerk moet ons hierdie misdade ons moet voorkomend optree en wanneer dit gebeur moet ons seker maak jy word gevang die ou wat dit gedoen het. Jy moet ons klaar maak. Dit is baie goed, ja, om jou te hoor. Dankie vir jou besoek.